Hallo allemaal, ik ben Petra en welkom bij de Hub. De Hub is niet alleen een bibliotheek, maar ook een community centrum. En hier bij de Hub doen wij verschillende leuke, creatieve activiteiten. Speciaal voor jou. Maar omdat jij niet naar hier kan, komen wij naar jou toe. Ik doe het niet alleen hoor, samen met mijn mede-hubbers. Maar weet jij wie een hubber is? Nee hè? Kijk eens, een hubber is iemand die mogelijkheden creëert, iemand die een ander succes gunt, iemand die sociaal bezig is, iemand die zelfverzekerd is en mogelijkheden creëert zoals ik zei. En een hubber mag best zichzelf zijn. En ook vandaag hebben wij verschillende activiteiten, zoals knutselen, een verhaaltje voorlezen en het luisteren van oud muziek. Ben jij ready? Kom maar eens kijken naar mijn mede-hubbers. Hallo iedereen, ik ben juf Sunshine en ik ben vandaag hier met ons lief bijtje, Hubby Bunny. Vandaag zullen we een leuk verhaal voorlezen en die ook creatief uitbeelden. Het boek dat we vandaag zullen voorlezen heet Blauwkie en het boterhammenbed. Blauwkie is een jongen die een leuke kersenpop gaat maken. En net als Blauwkie zullen we ook eentje maken. Zo, ik heb ook een kersenpop gemaakt. Is het jou ook gelukt? Oké. Blauwkie zegt tegen Neus dat ze niet gaan spelen. Waarom? Omdat Neus er erg moe uitziet. Dus Blauwkie zet Neus op een sneetje brood. Neus klaagt nog steeds, omdat hij niet lekker ligt. Dus hij zet een stukje komkommer op het broodje. Dan nog klaagt Neus zoveel, omdat hij geen knuffels heeft. Dus Blauwkie gaat wat rozijntjes halen en legt het naast hem. Neus is dan nog niet tevreden, omdat hij geen deken heeft, want wie ligt nou op een bed zonder een deken? Dus hij neemt nog een sneetje brood, hij smeert het met boter en zet het op Neus. Neus klaagt dan nog. Waarom denk je? Omdat zijn deken over zijn hoofd is. En hij kan dan niet goed liggen. Dus hij snijdt het in de helft. Neus vindt het dan nog niet goed, omdat het nu te kort is. En Blauwkie is zo moe van het geklaag, dat hij dat broodje gewoon opeet. Denk jij dat een kersenbrood ook lekker is? Nou, ik heb het geproefd en het is best wel lekker. Lezen is dromen met je ogen open. Vind jij zo'n verhaal ook leuk en heb je misschien een ander verhaaltje dat jij leuk vindt? Maak een filmpje en stuur het voor ons op onze Facebook of Instagram. Tot ziens. Doei doei. Hey. Hallo iedereen, mijn naam is Serenity. Vandaag ga ik een paar oefeningetjes doen met jullie. Ik hoop dat jullie genieten. En dat jullie een leuke dag mogen hebben. Eerst gaan we inademen en uitademen. Nog een keer inademen, uitademen. Dan gaan we onze schouders raken.
Kijkers, ik ben Chavelli. En ik ben Jamesa. Vandaag gaan we een schilderij maken van zout. Doen jullie gezellig mee? Oké, Chavelli, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja, wat we nodig hebben om een schilderij van zout te maken is wat water, een kwastje, verschillende kleuren verf, lijm, papier natuurlijk en niet te vergeten, zout. Hebben jullie je spullen al ready gezet? Dan gaan we gelijk van start. Jamesa, hoe beginnen we eigenlijk het maken van een zoutschilderij? Je neemt je papier, je maakt een figuurtje. Het kan zijn een bloem, een vlinder, een ster, maakt niet uit, maar wij hebben gekozen voor een haartje. Je neemt lijm, je gaat over je haartje met je lijm, niet te veel, maar het moet genoeg zijn. Het is niet te veel toch, Jamesa? Is zo goed? Zeker? Ja. Oké, dan ga ik zo zetten. Oké. Hebben jullie je figuur aan met lijm omcirkeld? Dan gaan we gelijk beginnen met de volgende stap. En dat is zout strooien. Rustig, niet te veel, want we willen niet vermorsen. Overal waar jij lijm hebt gezet, dan zet je een klein beetje zout. Jamesa, jij niet? En dan ga je je zout nemen. Zo. Een beetje goed schudden. Laat overal komen. En wat open is, zet je over op een bordje. En dan. Zo. Jamesa, zet je wat zout. En dan mag je zout hierin doen. Schud het goed. Wijs je de kijkers hoe het eruit ziet. Hebben jullie ook al zout gegooid op jullie tekening? Ja, dat wil zeggen we mogen gelijk beginnen met verven. Zo, Jamesa, welke kleur ga jij nemen? Ik ga beginnen met rood en met blauw. Want die twee samen vormen paars. En dat is mijn favoriete kleur. Ik neem groen en blauw.
Neem genoeg water op je kwastje. Zo. En dan rustig over jouw zout heen. En elke keer kan je een klein beetje meer water pakken, want dat gaat helpen met het verven. Zo. Zo. En als hij klaar is, dan gaat hij er zo uitzien. Wauw, zo mooi. Vinden jullie het ook mooi? Ja, hè? We willen graag jullie werkstukjes ook zien. En niet te vergeten, niet te veel lijm en niet te veel water. Anders gaat hij uitlekken. Vraag mama en papa om foto's te maken van je werkstukje, want we willen die heel graag zien. Je kan het voor ons sturen via Facebook of via Instagram. Doei doei! Tot de volgende keer! Mensen reageren verschillend als ze geconfronteerd worden met nieuwe dingen. Ook kinderen hun reactie is vaak spontaan of komisch als ze nieuwe dingen zien of horen. Vandaag gaan we terug in de tijd met het Strio Kinderkoor. Dit koor was bekend in de jaren 80 en zong onder leiding van Roy MacDonald liederen waarvan een ieder genoot. De oudere mensen zullen wel nostalgie krijgen als ze naar deze nummers luisteren, maar we zijn eerder benieuwd op de reacties van de kleintjes. Kijk je mee? Weet je wat dit is? Nee. Maar wat vind je van dit apparaatje? Leuk. Waarom vind je het leuk? Dat het mooie liedjes maakt. Ja, het maakt mooie liedjes. Het heet een platenspeler. Kan je dat zeggen? Een platenspeler. Wat is een andere? Noem nog één ding waarop je muziek kan luisteren. Een radio. Een radio, inderdaad. Wat moet je allemaal doen om het te laten spelen, om je muziek te kunnen horen? Moet dit erop zetten, dat het spelen. Oké, je mag me wezen hoe je dat doet. Oh, geweldig hoor. Goed zo. Het is een soort radio. En wat zit ernaast? Een computer. Oké. Er is een liedje op die computer. Ready? Je mag dansen, hè? En dit heet een LP. Wat is... Oh, net als wanneer de film zingt. Een tekenfilm zingt ze er. Juist, een tekenfilm. Maar dan zetten ze het zo, dan maken ze het aan. Dan gaat het net als... Wil je dat proberen? Hoe gaat het? Maar waarom moeten we dat doen, no? Oké, proberen, laten we horen als we gaan horen. Maar heel zachtjes. Hoor jij het ook? Nee. Nu niet, nee, omdat we de box er niet op hebben staan. Er zit hier een naald onder en die naald die draait hierop en dan komt de muziek uit. Dus ik was zo blij toen ik 5 was en ik kreeg dit. Wat vond jij van het? Vind je het liedje mooi? Ja en nee. Oké, waarom vind je het wel mooi? Omdat ze een mooie trui aan hebben. Oké, en waarom vind je hem niet mooi? Omdat ze te lelijk hun make-up hebben gezet. Ja, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Oké, en wat hadden ze anders kunnen doen dan? Ze konden niks te zetten. Het is zo mooi hoe je bent. Je moet jezelf zijn. Geen make-up. Je bent mooi. Ook al je geen make-up hebt, je bent mooi. Geweldig, echt waar, echt. Als je geen haren hebt, je bent nog steeds mooi. Geweldig, wies? Je bent mooi. Oké, okay, nou, dankjewel Serenity. Irashaimas, welkom. Weet je dat we bij de Hub ook anime en manga activiteiten hebben? Natuurlijk wil je ook weten, wat is anime en wat zijn manga's?
Een manga is een Japanse stripboek. En anime zijn geanimeerde manga's of films. Denk maar aan Naruto en Dragon Ball, maar niet aan Boruto. Uit anime en manga kan je veel leren over het leven, maar ook over de Japanse cultuur en taal. Vandaag vertel ik over het woord otaku. Otaku betekent liefhebber van of geek. Met andere woorden verwijst dit naar de mensen die veel van anime en manga houden. Deze term wordt soms door anime en manga liefhebbers gebruikt om hunzelf te beschrijven. Nu weet jij een beetje meer over anime en manga. Hey! Omdat wij willen dat de dagen thuis leuk zijn, geven wij elke week een nieuwe hubtip. De hubtip van de week is een kralenketting maken, maar niet de gewone kralenketting, een kralenketting van krantenpapier. Hier heb ik een satéstokje en hier heb ik een krantenpapier. Je rolt je krantenpapier om je satéstokje en als je het hebt gerold, dan plak je de uiteens. En als het geplakt is, dan zet je lijm ervoor en dan laat je het even drogen en drogen duurt niet zo lang. En als het is gedroogd, dan krijg je zoiets. Dan rijg je het aan een stukje touw, dan heb je zoiets. Vind je het mooi? Stuur foto's voor ons. Via Facebook en Instagram. Tot ziens, doei! Dag lieve zonneschijnen. Vandaag zullen we enkele onderwerpen doen, te weten rekenen en taal. Dit doen wij zodat jullie ook thuis kunnen oefenen. We gaan van start met rekenen. Haal je rekenschrift erbij en een pen of een potlood. Ons rekenonderwerp voor vandaag zal zijn breuken. Je zou je misschien wel afvragen wat een breuk is. Nou, een breuk geeft een deling aan. Dat wil zeggen bijvoorbeeld als ik een som zou opschrijven 25 gedeeld door 5, kan ik dit dan schrijven als een breuk. 25 streep. Een breuk heeft natuurlijk ook begrippen. En die begrippen zijn in dit geval de teller geeft aan welk getal het is, de breukstreep en het getal waardoor je deelt noemen wij de noemer. Heb je dit opgeschreven? Als je het nog niet hebt gedaan, doe het snel, want we gaan van start met de eerste som. Hoeré! Ik ben namelijk vandaag jarig. Ik kan niet meer dan 10 mensen uitnodigen op mijn feestje, maar ik heb 5 van mijn beste vriendinnen uitgenodigd vanwege de situatie in ons land. Nou, op een feest moet er altijd een taart zijn, want zonder een taart is het geen feest. Ik heb een taart die al voorgesneden is in 8 gelijke stukken. 1 stukje taart is gelijk aan 1/8 deel. 1 stukje taart is 1/8 deel. Dus mijn hele taart is 8/8 deel. Waarom ik dat zeg is omdat er 8 stukjes van mijn taart zijn. Dus 8 stukjes is gelijk aan 8/8 deel. Nou, ik zei jullie daarnet dat ik 5 mensen heb uitgenodigd. En met mezelf is in totaal 6 mensen.
Nu wil ik iedereen een stukje taart geven. Dus ik ga deze som aftrekken om te kijken hoeveel stukjes taart er dan overblijven. Ik schrijf dan als volgt. 8/8 deel. Min. 6/8 deel. Waarom ik zeg 6/8 deel is omdat er 6 mensen zijn. In dit geval bij deze som trekken we de 2/8 in de noemer niet af. Waarom? Omdat ze hetzelfde zijn. Maar de teller zullen we wel aftrekken. 8 min 6 is dan 2. En omdat we de noemers niet aftrekken, schrijven we de 8 gewoon erbij. Dus er blijft 2/8 deel over. Dat wil zeggen, 2 stukken van mijn taart blijven over. En misschien kan ik dat aan mijn moeder of mijn oma geven. Zo, mijn lieve zonneschijnen, ik hoop dat jullie dit stukje heel interessant en leuk vonden. Hopelijk heb je het ook begrepen en ook in je schrift geschreven. Ik geef jullie nu een extra som om dan thuis uit te proberen. De som luidt als volgt. Als mama 10 koekjes heeft en Jimmy eet er 3 koekjes op, hoeveelste deel van de koekjes blijft over? Ik wil jouw antwoord op onze Facebookpage of Instagram weten. Zo, mijn zonneschijnen. We gaan vandaag verder met het volgende onderdeel, taart. Ons onderdeel van taal zal gaan over aanwijzende voornaamwoorden. Nou, wat zijn aanwijzende voornaamwoorden eigenlijk? Aanwijzende voornaamwoorden zijn woorden die iets zeggen over een zelfstandig naamwoord. Ze kunnen in de plaats komen van lidwoorden. Onze aanwijzende voornaamwoorden zijn die, deze, dit en dat. Dit zijn onze aanwijzende voornaamwoorden. Bij de woorden, bijvoorbeeld de jongen, kunnen we de aanwijzende voornaamwoorden die of deze plaatsen. Dus als ik bijvoorbeeld een zin zou maken met de jongen en mijn zin luidt: de jongen speelt voetbal op het erf. Kan ik dan schrijven: die jongen speelt voetbal op het erf? Of ik schrijf: deze jongen speelt voetbal op het erf. Voorbeeld 2. Bij het woorden zoals het huis, dan krijg je de aanwijzende voornaamwoorden dit of dat. Dus als ik een zin zou maken met deze twee aanwijzende voornaamwoorden, zou mijn zin dan zijn: dat huis is rood of dit huis is rood. Zo, ik hoop dat jullie de aanwijzende voornaamwoorden heel goed hebben begrepen en ook hebben opgeschreven. Zoals bij rekenen heb ik ook een extra oefening voor jullie bij taal. Die oefening is dat jij de woorden die niet correct zijn, correct gaat schrijven. En dat moet je voor ons sturen op onze Facebook of Instagram. De oefening luidt als volgt. Corrigeer de incorrecte woorden. Dat huis van dat man is grijs geverfd, maar die huis van dat vrouw is dicht bij de hub. Stuur jouw antwoord van deze zin, de correcte zin, voor ons op onze Facebook of Instagram. Blijf studeren ondanks we in quarantaine zitten. Dag mijn lieve zonneschijntjes. Tot ziens en tot de volgende keer. Doei doei! Shabuya, sha, sha, shabuya loco. Shabuya, sha, sha, shabuya loco. My name is Shafali. Yeah. I like to be. Yeah. I do it every day cause I'm in quarantine. Yeah. Shabuya, sha, sha, shabuya loco. Shabuya, sha, sha, shabuya loco. My name is Petra. Yeah. You can say diva. Yeah. Shabuya Roka. My name is Dele. Yeah. I make this
met mij. Yeah!